Assalamu alaikum iedereen, hallo allemaal. Ik ga vandaag kaassoufflés maken. Ik heb nodig bladerdeeg, kaas, ik gebruik deze, 2 losgeklopte eieren en paneelmeel. Ik gebruik deze. Bismillah, we gaan beginnen. Bismillah, ik begin eerst met mijn kaas. Die ga ik even snijden. Is de buitenkant eraf. Zo, dan ga ik het zo ongeveer zo breed snijden. Kijk zo. Ik ga niet heel veel maken, want niet iedereen lust het hier bij ons. Maar dit is denk ik wel genoeg. Ik heb hier mijn bladerdeeg. Ja, ik ga het nu vullen. Ik heb hier een plakje bladerdeeg. Ik pak een stuk kaas. Deze ga ik doormidden snijden. Doormidden gewoon in 2 delen. Zo. En die zet ik dan naast elkaar. Ja. En dan vouw ik deze kant overheen. En die druk ik heel goed vast tegen elkaar. Op de zijkanten, zodat ze straks niet open gaan. En deze kant ook. Zo, dan draai ik hem op. En dan druk ik ook hier aan deze kant goed vast. Ik heb hier mijn losgeklopte eieren en mijn paneelmeel. Ik ga het eerst door de eieren halen en dan door de paneelmeel. Zo. En dan haal ik het door de paneelmeel. En dit leg ik op de bakplaat. Nu gaan we nog eentje doen. Ik pak een stuk kaas. Deze ga ik door midden snijden. En die leg ik naast elkaar. Zo. Dan vouw ik deze kant overheen. En die ga ik goed vastdrukken. De randen op de zijkanten. Zo, draai ik hem om. Dan druk ik deze kant ook weer goed aan, tegen elkaar aan. En dan door de eieren halen. En dan paneermeel. En deze leg ik dan op de plaat. Zo.
En zo ga ik ze allemaal afwerken en dan laat ik jullie zo meteen het resultaat zien. Nou, ik heb alles afgewerkt en ik ga ze zo even bakken. Ik ga nu mijn kaasknes bakken. Ik doe olie in de pan. Je hebt best wel wat olie nodig. En deze laat ik even heet worden. Mijn olie is nu heet genoeg. Ik zet hem wat zachter. En dan ga ik mijn kaassoufflé bakken. Dus is deze en dan de rest straks. Ja. Ik ga deze niet uithalen. Ja, dit is het resultaat. Zo ziet het eruit. Ik ga jullie nu de binnenkant laten zien. Ontzettend heet, ik lag ze even op mijn bord. Nou, dank jullie wel voor het volgen en wie weet het volgende keer inshallah. Assalamu alaikum. Doei doei.